Een stukje van uw huis verkopen. Een nieuwe start-up in Amerika maakt dat sinds kort mogelijk. Point.com. Koop de dus stukjes huis van huizenbezitters. Het werkt als volgt: U vult uw adres in en de waarde van uw huis. En het percentage van uw huis dat u wilt verkopen, bijvoorbeeld 10 procent. Vervolgens krijgt u het bedrag te zien dat die 10% van uw huis waard is. En binnen een paar dagen staat het geld dan op uw rekening, waarmee u bijvoorbeeld kunt verbouwen, leningen kunt aflossen of gewoon leuke dingen kunt doen. Point.com bundelt vervolgens dat stukje van uw huis met andere stukjes van huizen die ze gekocht hebben, om dat bundeltje weer door te verkopen aan investeerders. Bart. Eerst maar eens, waarom zou je als huisbezitter een stukje van je huis willen verkopen? Omdat je dan ja, geld handje contantje kan krijgen. Uh, normaal gesproken is het zo: als je een huis aflost, dan wordt het wel langzaam van jou. Maar dan wordt dat vermogen, ja, daar kun je eigenlijk niks mee. Dat zit gewoon vast in je in huis. Stenen, ja. ja, daar heb je eigenlijk alleen wat aan als je, je huis gaat verkopen. Nou, met dit nieuwe point.com uh, uh, kun je dus ervoor zorgen dat je een deel van dat geld al ja, op je rekening krijgt. En dat je het ook daadwerkelijk dus kan gaan gebruiken. Dan moet je overigens wel terugbetalen als je je huis later verkoopt, over vijf of tien jaar. Maar je hoeft er verder geen, geen rente of zo over te betalen. Zonder rente? Ja, het is dan... geen lening. Je krijgt gewoon nu het geld en dan over tien jaar of zo moet je terugbetalen. Dan moet er een catch zijn. Waar? Uiteraard, want Point.com wil natuurlijk wel geld verdienen. Ten eerste verdienen zij al geld. Je zag net, uh, ik had dan een fictief huis ingevuld. Kon ik dan voor 10% 100.000 euro krijgen? Nou, dan vragen zij daar direct al 3% op. Dus daar hebben ze al de eerste duizenden een euro's fee. te pakken. Een fee. Maar het grootste gedeelte is toch dat ze speculeren op de toekomstige stijging van de prijs van het huis. Want omdat zij nu dus aandeelhouder in jouw huis zijn, ja, profiteren zij ook mee als het huis dus meer in waarde wordt. Um, als het huis meer in waarde wordt. Ja, en het, als wat als dan wordt. als ja. de huisprijzen dalen? Ja, dan uh, zijn zij toch ook wel de klos. Zij, uh, zij stijgen mee, dus daar pakken ze mee. Maar als de huizenprijzen dalen, ja, dan uh, verliezen zij ook geld. Dus uh, ja, ze ademen wel een beetje mee met, uh, met het risico. Bart, ik krijg hier een heel slecht gevoel bij. <laughs> Stukjes hypotheek bundelen en die dan weer doorverkopen. Dat is toch precies waarmee we in 2008 bij die kredietcrisis de mist in zijn gegaan? Exact, ja, dat dacht ik ook meteen. Het lijkt er wel heel veel op, hè. Stukjes huizen doorverkopen en verpakken en dat op de dag... Dat vandaag precies acht jaar geleden Lehman Brothers omviel. Die juist omvielen door die verpakte ja, hypotheek. Ja, hier zie je het uit de film The Big Short. Kijk, hier leggen ze uit hoe dat werkt. En dan en, een naar ja, die hele toren om. Hè? En dan dat dus... was de, de Weapons of Mass Destruction, werd het wel genoemd. Dat was dan een, een mandje hypotheken. Een paar goede, een paar slechte. Maar ja, uiteindelijk was het zo onduidelijk welke hypotheken het nou waren... dat uiteindelijk dat hele mandje dan omviel en dan ook onduidelijk was van wie het nou precies was. Ja. En uiteindelijk viel het hele systeem daarmee om. We zijn acht, dat, acht jaar verder en, we, hier dus en we hebben helemaal bij. niks geleerd, want we doen het gewoon weer. Nou, Point.com zegt zelf van, nee, weapons of mass destruction, dat is dit echt niet. Zij zeggen, nee, het is juist minder risico. Want ja, als je nou één huis, als je daarin investeert in San Francisco... Ja, dat is risicovoller dan ja. in tien stukjes van verschillende huizen maar in heel Amerika. Zo zijn ooit al die CDO's en zo ook allemaal begonnen exact, natuurlijk, als risico's spreidt. Dat, dat was daar nou ook precies het verhaal van, ja, uh, ja je spreidt risico, dus de, er is eigenlijk niks aan de hand. Het is alleen maar minder risico. En in het... de praktijk bleek het juist een... Levensgevaarlijk financieel product. Ja, en ze begonnen daar met de triple E-hypotheken, dus de keurige hypotheken waar niks mee aan de hand was. En op een gegeven moment hadden ze alles bij elkaar gestopt, ook een heleboel zooi. En toen ging het mis. Dus wie garandeert ons nou dat deze jongens dat niet ook gaan doen? Ja, ja uh, dat is altijd lastig. En hoe ze die dingen precies bij elkaar bundelen, dat wordt niet helemaal duidelijk op die site. Wel zeggen ze erbij, ja, dit is een compleet nieuwe investeringsklasse. In totaal denken zij dat er wel 17 biljoen dollar aan waarde ja, eigenlijk vast zit in huizen die dus nu losgetrokken kan worden en dan ook opnieuw weer verpakt en verkocht kan worden. Ja, nu is het nog maar een kleine start-up. Ze hebben een paar duizend stukjes huizen gekocht en doorverkocht. Maar maar stel dat achter? dit heel groot wordt, dat we dan over tientallen jaren denken van oeh, hadden we dat. Ja, maar wie zit hier achter, Bart? Ja, het is echt een Silicon Valley start-up. Uh, het is opgericht door een uh, oud Facebook-medewerker. En er zitten ook ja, flinke investeerders achter die in het begin ook al investeerden in Facebook, Twitter, en Groupon. Uh, ja, dus echt wel serieuze partijen die denken dat dit echt de nieuwe, uh, nieuwe manier van, van financieren van je huis gaat worden. Gaan ze ook kijken bijvoorbeeld naar welke buurten je huis staat? Dat ze dan zeggen van ja, maar ja, dat is een beetje een onzekere buurt. En daar ja, daar weer kijken weer iets, ze wel naar. Uh, naar. je mag niet meedoen. Of je je wel? moet wel allemaal gegevens invullen naar nou, je kredietrating en zo. En dan yeah. uiteindelijk wordt dat ook meegerekend hoeveel je dan kan krijgen. Uh, maar ja, uiteindelijk lijkt het toch wel verdacht veel op dat gepakte uh, nou, hypotheek waar het uh, allemaal mis is. Voor ging. Nederlanders die dit willen, vertel me alsjeblieft dat het hier bij ons niet kan. Uh, nee, uh, het kan hier niet. Want point.com uh, ja, point uh, is alleen in Amerika actief. Je hebt hier wel zoiets als je overwaarde verzilveren of de zogenaamde ja. op-eet-hypotheek. Maar dan verhoog je echt je, ja, je hypotheek, je lening. En dan moet je er ook rente over betalen. Ja, en je hebt ook wel van die, uh, daar heb ik wel eens naar gekeken. Voor dat kapitaal van die bedrijven, en die kopen dan je huis. Die kopen dan eigenlijk je hele huis en dan betaal jij huur. Dus een soort sale lease back constructie dan. Maar dat was, dat was, ook die, niet, was echt, niet zo gunstig uh, nee. voor uh, degene die uh, zijn huis verkocht. Voor de, die partij wel. Maar we denken nog even na voordat ja. we dat hier gaan doen. En laten we ook hopen dat onze banken dan niet die gebundelde pakketjes gaan opkopen. Ja. En...